uit Altena is vorige week voorzichtig gestart met de eerste boodschappen rond te brengen. En nu gaan ze helemaal los om de streekproducten aan te kunnen bieden. In heel het land van Altena zijn verschillende boerderijwinkels. En misschien kocht je wel bij een van diegenen en had je toen niet meer zo'n zin om ook nog naar alle anderen af te reizen. Maar het is dus mogelijk om de boodschappen thuis te laten bezorgen. Kijk even, laat even weten als je dit ziet. Ja, ik hoor je nu wel. Naar buiten met een andere telefoon en oortjes. En dan hoop ik dat het goed komt. Oké. Okay. Naar een andere telefoon, vraag me niet af waarom. Ik doe even mijn oortjes erin, kijk of dat daar wel nog lukt. Ja. Kijken. Als er al kijkers zijn, laat even weten of het geluid en alles goed te verstaan is. Oh, ik kan geen oortje in doen, want dit is weer zo'n andere telefoon. En ik heb geen... is dat heel erg? Oh, nee, je bent te horen. Is helemaal prima. Oh, oké, okay, dan doen we dat. Dan is het top. Dus even kijken. Jij loopt nu in de Gelderwijk in Aalburg. Oh, het beeld gaat nu weg. Helemaal goed. Nou, even opnieuw voorstellen. Ja. Hier hebben wij Michelle Verschuren. Hoi. En Puur uit Altena, wat is dat eigenlijk? Ja, dat is een. Puur uit Altena staat zeg maar voor de streekproducten. En wij hebben nu de Altena Box. Daar zijn we nou mee begonnen. En dat zijn eigenlijk is een box vol met streekproducten. En wat voor streekproducten erin komen, is eigenlijk aan u. Dus u mag hem zelf samenstellen. Ja, ze kunnen zelf dus aangeven wat ze van de eierboer willen. Van de, niet groenteboer, maar gewoon vet van het land, zeg maar. Ja. En vlees. Vlees en zuivel en ook bloemen. Bloemen zitten er ook bij. Heel ideaal. Echt alles wat vanuit Altena, zeg maar, geteeld en gekweekt en verzorgd is, is dan op één plek te bestellen op de nieuwe website. www.puuruitaltena.nl. Ja, dat klopt. En waar sta je nu? Want dat is ook waar je woont, hè? Op je eigen bedrijf. Ja, wij zelf hebben een bufboerderij en ik sta nu bij de kous. Ik kan hem wel even omdraaien. Dan kan je zien. Dit zijn alle onze net geboren kalfjes. Ja, hier zijn ze aan het eten. Hey. En hier liggen ze lekker lang uit. Dat je het gewoon goed kan zien. Ja, ja, ja. En verder hebben we dan nog in de stal de melkende buffels. Ja. En die hebben van die grote krulhorens, hè? Wat zeg je? Die hebben van die grote, van die krulhorens, hè? Ik snap het niet. De horens die de buffels hebben. Ik versta je niet. Oh, even kijken. Waar kan dit dan liggen? Misschien als er kijkers zijn, laat even weten dat je erbij bent. Geef een duimpje. En laat even weten of het geluid te horen is. Die de buffels hebben. Even ik sta hier niet. Oh. Even kijken. Nou, ik denk dat Michelle zo meteen weer terugkomt. Dus is druk met de planning aan het maken om straks ook de boodschappen op te gaan halen voor de pakketten die deze week op zaterdag bezorgd worden. Ik heb er ook nog redelijk last minute mijn boodschappen voor doorgegeven om voor de Pasen het binnen te krijgen. Je kan je boodschappen bestellen. Wekelijks worden ze dan bezorgd op zaterdag. Je kan ze ook afhalen. En dan moet je even voor woensdag 12 uur je bestelling doorgeven. Kijk. Michelle is intussen ook weer terug in beeld. Yes. Ja. Nou. Ja, geeft niks. Ik zei al, je bent druk bezig om de bestellingen klaar te maken en vanmiddag bij de diverse leveranciers op te halen. Ja, dat klopt. Ik haal ze inderdaad vanmiddag op, alle producten. En aanstaande zaterdag ga ik voor de tweede ronde de bestellingen brengen, ja. Oh, kijk aan. Ja, want vorige week, hoeveel pakketten heb je toen al rondgebracht, toen er nog weinig reuring aan gegeven was?
toen heb ik er 15 gebracht. Zo. Ja, was wel leuk om zeg maar, ja, dat er al best wel veel bestellingen waren. Terwijl inderdaad nog niet veel reclame gemaakt was. Nee, dat was wel leuk. Nog nauwelijks live was. De website is sinds gisteren in de lucht, hè? Ja, klopt. Klopt. Dan kan je superhandig bekijken wat je wil bestellen. Van de verschillende boeren, wat zij in aanbod hebben. Ja, ik zal even zien wat en in welke hoeveelheden en zo. Ja, ja. Ik zal ook gelijk even jullie pagina erbij pakken. En dan kunnen we dat ook gelijk laten zien om te weten hoe makkelijk het is eigenlijk. Ja, dat is goed. Dus even kijken. En dan komt hij nu ook in beeld. Oh ja. Je ziet per leverancier eigenlijk die er is, wat je in die week kan bestellen. Nou, in dit geval is het bier. Boerderij Den Hill uit Babylonië Broek. Dan kan je aardappelen, druivensap bestellen. Eieren. Nou, de wijnappel kan je bestellen. Buffel gaat verschuren. Hé, daar zijn we net de buffelkalveren van gezien. Ja. Ja. En er staat gewoon handig bij wat het kost, welke hoeveelheid. Je klikt op toevoegen in je winkelwagen. En vervolgens krijg je dan... Hoe gaat het dan in zijn werk als jullie die bestelling binnenkrijgen? Ja, als wij die bestelling binnenkrijgen, krijgen wij gewoon een mailtje. En jullie ook automatisch van bedankt voor de bestelling. En dan staat er ook al wel wat je daadwerkelijk besteld hebt. Nou, wij gaan daarmee aan de slag wat het kost voor u. En zodra wij, want tot woensdagmiddag 12 uur hebben de mensen de tijd om het te bestellen. Dus woensdagmiddag gaan wij zeg maar aan de slag om de mensen dan terug te mailen van dit gaat het kosten, waar ze het naartoe mogen overmaken. En ook geven dan gelijk de verwachte bezorgtijd. Dus dan, dan geven we ongeveer een marge van 2 uur de tijd dat we komen. Bijvoorbeeld zaterdag tussen 11 en 1 of iets. Ja. Ik heb mijn mail al gehad, inderdaad. Zaterdag tussen 9 en 11 zie ik je bij mij de boodschappen komen brengen dan. Ja, dat klopt. Ja, en ik kan brengen met deze bus. Dus kijken, met een soort van witte bus. Ja. Met ook een reclame van de buffelstand, zeg maar. Dus daar kun je ons aan herkennen. Als je zegt van, ik vraag me af hoe jullie het komen brengen. Daarmee dus. En als je nu ziet rijden, dan denk ik van, de volgende keer moeten ze ook bij mij stoppen. Wees dus op tijd bij. Bestel voor woensdag 12 uur even wat je in je winkelwagen wil hebben. En dan wordt het gewoon zaterdag thuisbezorgd. Ja. Zijn daar nog kosten aan verbonden aan het thuisbezorgen? Kosten? Nou ja, in ieder geval als je €25 besteedt, dan is het gewoon gratis bezorgen in Altena. En stel dat je zegt van, ik heb niet zoveel nodig en... ik wil alleen een paar eieren en een flesje bier bij wijze van. En je komt niet aan het bedrag. Dan mag je zeggen van, ik wil wel dat jullie die Altena-box maken. Maar dan zou je of voor €5 kunnen zeggen, laat het thuis bezorgen. Of je haalt het hier bij ons thuis op. Dus bij Buffelkaart Verschuren in Wijk en Aalburg kan je het ook gewoon op de openingszijde van de winkel kan je het op komen halen. Ja, dat staat ook allemaal op de website inderdaad aangegeven. Maar goed dat je het even... helemaal zo toelicht. En hoeveel boerderijwinkels doen er mee op dit moment? Op dit moment 13. Zo. Ja. En dat is echt heel verschillend allemaal. Ja, van sappen naar fruit en groentes en zuivel, vlees. Ja, echt van alles. Bloemen inderdaad. Dus als je een leuk tuinboeketje wil, alles kan. Ja, ik zeg wel, bloemen met een vaas kan je ook nog met staatszelf kant en klaar bestellen. Ja, of laten bezorgen bij wijze van spreken bij iemand anders. Want je kan natuurlijk ook leuke dingen bestellen voor iemand anders, hè, inderdaad. Ja. Dus dan moeten we wel even goed aangeven wat het bezorgadres is, uiteraard. Maar als je iemand kent die het nodige nodig heeft en wel een mooi pakketje uit Altena verdient, dan is dat ook de optie. Ja. Eens even kijken. Zometeen ga je naar al die adressen rijden om de spullen op te halen. Ja. Helemaal logistiek ben je ook inmiddels druk bezig. En dat doe je nog allemaal naast je normale school, hè? Ja, dat klopt. Ja, ik zit nu is het heel anders natuurlijk, want ik krijg nu gewoon al online les. Maar normaal gesproken zit ik gewoon op school 5 dagen in de week. En ik zit op de Has in de Mos, dus ik heb het daar ook gewoon lekker druk mee, maar... ik denk dat het er wel bij kan. Ja, kijk aan.
Ik zal nog even wat foto's laten zien. Kijk, we hebben natuurlijk in het Land van Huizenaar hebben onder andere koeien. En daarvoor kan je ook melk kan je ook bestellen, geloof ik, ja? Wat kan je openstellen? Melk stond er ook bij, dacht ik. Ja, klopt. Van de melktap. Nou, dit is dan de bus zoals hij er vorige week uitzag, hè? Met de boodschappen voor de eerste klanten. Ja. Ja, dat was inderdaad. En dit zijn dan de eerste, ja, zeg maar de klanten die de eerste bestellingen hebben ontvangen. Ja. Ja, nou, super blij ermee natuurlijk. En dit is het logo waaraan je de Facebookpagina, de website en dergelijke aan kan herkennen. Deel lekker deze video ook in jouw netwerk om ze erop te attenderen dat je dus gewoon boodschappen van vers, dichtbij, eerlijk, heerlijk en puur kan bestellen. En dan, nou, hier bijvoorbeeld uien, die staan er ook bij, hè? Ja, ook Nee. dat. Dus wat dat betreft, de keuze is reuze. En nou ja, Michelle die komt het dan gewoon lekker bij je thuis brengen. En je Ja. kan het dan gelijk in de koelkast stoppen en s'avonds zal je eten mee klaarmaken. Ben je nog iets vergeten? Wil je nog iets toevoegen? Nee, volgens mij niet. Ja, dat het zeg maar niet alleen in de coronatijd is, maar dat we daarna ook gewoon doorgaan. Want het is gewoon een soort van als steun voor de boeren en ook als ja, een soort van reclame, zeg maar. Ja, want heel veel mensen weten misschien niet dat er zoveel streekproducten in Altena zijn. Dus, en zo hoeft iedereen niet, zeg maar, stad en land af. Want heel veel mensen willen wel bewust zijn dat ze streekproducten kopen. Maar als je heel Altena af moet, ja, dat is natuurlijk ook niet. Daar heeft niet iedereen tijd voor. Dus vandaar dat wij het wel mogelijk maken voor ook voor die mensen dat die de streekproducten kunnen kopen. Ja, dus of je gaat voor het gemak inderdaad, dat je alles in één keer thuis krijgt. Of misschien ben je wel aan huis gekluisterd, ben je ziek en is dit een mooie manier om toch de verse producten uit je eigen regio te kunnen kopen. En ook daarmee de plaatselijke boeren te steunen natuurlijk, hè? Ja, dat is het inderdaad. Dus. Je kan verschillende ondernemers ook terugvinden op de website van Puur Altena dus. Puur uit Altena. En je kan ook op de pagina findfarm.nl kijken. Als je in een hele andere regio zit waar Altena niet bezorgt, dan kan je daar ook je boerderijwinkel in jouw regio met je postcode intikken zien wat waar te koop is. En heel veel zijn er nu ook op de bezorgtoeren overgegaan. Dus dat is helemaal super. Oké, dan hou ik jou denk ik niet langer op van je planning voor vanmiddag. Gelukkig, nee hoor. Het En, is wel goed. dus zie je dit achteraf, deel het vooral in je netwerk om dit initiatief te steunen. En doe vooral je boodschappen lokaal en laat het gewoon lekker makkelijk thuis bezorgen. Dankjewel Oké, en tot doei. ziens. Hi. Tot ziens.